Zullen we blijven hangen in loze beloftes of eindelijk beslissende stappen zetten om onze planeet te redden? Een krachtige oproep van president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen woensdag tijdens zijn toespraak bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij wees erop dat Suriname, een van de weinige koolstofnegatieve landen ter wereld, zich blijft inzetten voor het akkoord van Parijs. Ondanks meer dan 90% bosbedekking en een rijke biodiversiteit worden de offers van het land om ontbossing te beperken volgens Surinaam staatshoofd niet gecompenseerd, terwijl de wereld wel profiteert van deze keuzes. Carbon negative and carbon neutral countries must be supported for maintaining that status. We are in favor of a just transition to a carbon-less economy for the coming decades, but we also expect to be allowed to develop our natural resources in an environmentally friendly and balanced manner in compliance with the international standards and practices. In fact, we have already embarked in such a development path by introducing more renewables to our energy grid, utilizing technological innovations to reduce our carbon footprint even further. President Santokhi wijst erop dat Suriname in de afgelopen 100 jaar een aanzienlijke industriële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Met onder andere de ontwikkeling van de bauxietindustrie, olieproductie aan land, goudproductie en de landbouwsector, naast andere industrieën. En ondanks deze activiteiten behoort Suriname tot de 3 koolstofnegatieve landen ter wereld. At the same time, Suriname is among the 7 most vulnerable countries with respect to the effects of rising sea levels. Madam President, not only have the international pledges for climate financing not materialized in the way pledged, but access to the available resources is an enormous challenge. Simplification of the application and appraisal procedures must be put in place to have the required impact at local level. President Santokhi wees de wereld erop dat helaas opvalt dat een groot deel van deze fondsen terechtkomt in tijdrovende en kostbare studies, consultaties en adviesdiensten.